De middelbare school is dit keer de prima locatie voor een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Daar komen de spelers, de dubbele box en de stare-down. En dan de aftrap van dit laatste groepsduel. We zijn begonnen. Nederland dat al twee keer won tegen het niet te onderschatten Noord-Macedonië. Macedonië met de eerste kans en, heel verrassend, het eerste doelpunt. Ja, veel respect onderling, dat is mooi, maar de leeuw zal nu de tanden moeten laten gaan zien op deze prachtige locatie. Nederland moet winnen om eerste te worden in de groep. Kijk eens naar dat snelle verplaatsen. Dan deze aanval van Oranje. Dit heen en weer spelen. 3 bar, tik-tak en dit heet een doelpunt. 1-1. Nederland herpakt zich na dat matige begin en is nu los hoor. Oranje laat de tegenstander niet meer aan spelen toekomen. We zien deze actie en een dubbele schaar en 2-1. Dit kan niet meer misgaan. Dit gaat niet meer mis. Nederland verslaat Noord-Macedonië met 2-1. Win deze voetbaltafel en play Heemskerk.